Het is nog niet bekend bij wie de Mennonieten die naar Suriname zijn afgereisd grond zullen kopen om aan grootschalige landbouw te doen. Minister Prelat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vertelde vanmorgen voor de ministerraadsvergadering dat zijn departement indirect betrokken is bij de stappen die de groep Mennonieten zullen nemen op agrarisch gebied. Ik wil niet zeggen dat het ministerie niet erbij betrokken is. Er zijn presentaties geweest waar ik erbij was. Ik heb mogen kennis nemen van de activiteiten waarmee zij bezig zijn in diverse landen. En ook wat hun voornemens zijn hier. Ze willen aan grootschalige landbouw doen. Dat gaat om mais, gaat om soja, het gaat om veeteelt. Maar zij praten in termen van een aantal tienduizenden hectare. Ik weet niet of we die ruimte hebben. Vooral nu wij ook op het spoor zitten van carbonemissies, noem maar op. Dat brengt ook nogal wat op. Dus wij moeten nu, kijkend naar ook de milieufactoren en de keuze die wij dan afhankelijk daarvan willen maken. Seudin zegt dat het erop lijkt dat Suriname veel land heeft. Echter is er niet zoveel bruikbaar grond als vele mensen denken. De minister verduidelijkt dat de staat niet happig is naar de grootschaligheid waarop de Mennonieten hebben aangekondigd aan landbouw te willen doen. Zij geven aan dat ze grond gaan kopen. Van waar? I don't know. Van wie? I don't know. Van de overheid is niet genoemd. Maar dan komen wij erbij kijken. Maar ik ben zelf ook benieuwd van hoe die ontwikkelingen zullen zijn. De regering is heel voorzichtig. Ik weet dat er een toestemming is gegeven voor 50 gezinnen om te proberen. Maar waar het gaat beginnen en waar het gaat eindigen, weet ik even niet. Dat is toen aangegeven door de regering. Of dat aantrekkelijk genoeg is voor hun, weet ik ook niet. Maar laten we even afwachten, kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Maar ons standpunt is die grootschaligheid waarmee zij willen gaan. Daar zijn we niet zo happig op. Ten tweede, we leven in Suriname. Zoveel etniciteiten, culturen, noem maar. En we hebben een manier gevonden om met elkaar om te gaan. Dit is Suriname. Dat systeem van hun is helemaal gesloten. Seudin geeft aan dat Mennonieten over de wereld hebben bewezen dat zij hun stempel kunnen drukken op vooral de agrarische sector. Daarom moet nog wat geduld betracht worden om te kijken wat de ontwikkelingen zullen zijn met hun komst.